Een grote gele dansende massa was vandaag te zien op het Stadsbalkon. De Groningse band Noisia nam daar vandaag een videoclip op voor de nummer Yellow Brick. Noisia maakt elektronische dansmuziek en treedt ondertussen in vele landen op. Hoewel het Stadsbalkon pas net af is, is het puur toeval dat het nu voor de videoclip wordt gebruikt. We wilden het eigenlijk gewoon op de gele steentjes filmen. Toen zijn we op een dag zijn we door de stad gaan lopen om te kijken wat een goede locatie was. Toen kwamen we erachter dat dit toch wel het ideale gele groot stuk is waar je gewoon een klein beetje een feest kan bouwen. Dus wel echt een heel erg mooi toeval. Ja. Want, waarom is deze locatie zo ideaal? Omdat het lekker groot is, je kan lekker met die skateboards en zo, want dat is natuurlijk ook een gegeven van de clip. Alles wat moet rollen en geel natuurlijk, maar vooral ook rollen. En hier kan je lekker mooi rollen, want het is allemaal scheef. En geel. En geel. Mensen konden zich bij de groep zelf opgeven om met de opnames mee te doen. Waarom doe je mee met de opnames? Ja, de jongens hebben het sowieso verdiend om een clip uit te brengen. En het is ook leuk dat het wereldwijd wordt getoond. Het is leuk om mee te doen. Dus je vindt het wel leuk om in de clip mee te spelen? En de muziek is ook gewoon fantastisch om op te dansen. Dus waarom niet op je vrije dag lekker meedoen? Ja, is tof. Ja, helemaal met zulke weer erbij. Mooi zonnetje. Mooie dag. En van waar de titel Yellow Brick? Ja, dat is eigenlijk meer omdat het nummer heel geel klinkt. En heel erg... En als een baksteen. Ja, en als een baksteen. Een gele baksteen. Het heeft verder niks met Groningen te maken, maar toen het eenmaal zo was, dachten we van nou, dan moeten we ook iets met die gele steentjes van Groningen doen. Dus dat hebben we gedaan. En is er ook een speciaal verhaal achter de videoclip? Vertelt de videoclip zelf ook een verhaal? Heel weinig. Het is echt, wij zetten hier onze spullen neer en we gaan een feestje bouwen en er komen allemaal mensen op af. En dan hier bij het Groningen Centraal Station komt iedereen samen en gaat een beetje staan dansen. En dat is eigenlijk het verhaal van de film. Als alles goed gaat, is de videoclip over ongeveer een maand op de populaire muziekzenders te zien.